Het Korps Politie Suriname heeft vanmorgen 306 politiefunctionarissen bevorderd in een naast hogere rang. De plechtigheid vond plaats op de politieacademie. 4 hoofdinspecteurs zijn bevorderd tot commissaris. 14 inspecteurs tot hoofdinspecteur. 19 officieren en 21 onderofficieren zijn bevorderd tot respectievelijk officier en inspecteur van politie. Daarnaast kregen ook 247 manschappen een verhoging in rang. De bevorderingen bij het Korps Politie Suriname hebben lang op zich laten wachten. Volgens Revelino Eijk, secretaris van de Surinaamse Politiebond, kan een bevordering geen gunst zijn naar een politiefunctionaris toe. Omdat het in de wet is geregeld dat wanneer je een aantal jaren hebt gewerkt, dat je recht hebt op die bevordering. En ik wil in elk geval alvast de leden die vandaag bevorderd worden, nu al feliciteren hiermee. Omdat u heeft bewezen dat u uw plichten bent nagekomen. Want als u uw plicht niet had nagekomen, dan was u vandaag niet hier. U heeft uw plichten gedaan. Alles wat u zou moeten doen op basis van de wet, heeft u gedaan. En daarom bent u vandaag hier. En we zijn u dankbaar daarvoor, leden, dat u zich niet heeft laten verleiden door andere zaken. Dat u zich heeft ingezet, uw werk conform heeft uitgevoerd. En zoals u weet, in het banier van de Surinaamse Politiebond staat daar plicht en recht. Niet recht en plicht, maar plicht en recht. Dat wil zeggen dat wij als leden ervoor moeten zorgen dat we eerst onze plichten nakomen en daarna gaan kijken naar onze rechten. Ruben Kensen, waarnemend korpschef van het Korps Politie Suriname, gaf aan dat een bevordering verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Hij vroeg daarom aan de groep daarmee rekening te houden. Omdat er belangrijke veranderingen doorgevoerd worden en binnen de organisatie. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk, willen wij onze grondwettelijke taken effectief en efficiënt uitvoeren. In dit kader zult u hebben opgemerkt dat er een job rotation plaatsvindt binnen KPS. Dit heeft als doel dat wij de juiste personen op de juiste plaats willen hebben. Volgens Kenneth Amoksi, minister van Justitie en Politie, zijn er al belangrijke maatregelen getroffen om het KPS goed te laten functioneren. Uit de wijze waarop naar de huidige visie van het KPS en de huidige kernwaarden van KPS wordt gekeken, blijkt dat er met grote zorg en met kwaliteit naar verbeteringen bij het KPS wordt gezocht of zal worden gezocht. Alle vertrouwen in het managementteam, in het interim managementteam. Het behoeft geen betoog dat er nog vele maatregelen moeten volgen. Het dringend beschikbaar stellen van middelen voor de politie is noodzakelijk en het betreft vele gebieden, zoals gerenoveerde huisvesting, meer personeel en aangepaste uitrusting en training. De korpsleiding probeert aan deze middelen te werken door diverse projecten af te ronden, zei de bewindsman.